Goedenavond, dames en heren. Welkom op het webinar Kloosterveen Duurzaam Warm. Ook welkom voor de mensen die nu in Kloostervesten zitten. Wat gaan we vanavond doen? Nou, in de eerste plaats zijn de resultaten van het onderzoek dat in het afgelopen ongeveer anderhalf jaar heeft plaatsgevonden in Kloosterveen, die zijn bekend. Die zullen we ook bekendmaken en toelichten. En daarnaast, en dat is belangrijk voor u, is dat u ook mee kunt doen vanavond. We zijn benieuwd hoe u over bepaalde zaken denkt. Daarvoor kunt u vragen stellen, dat kan via de chat. En we zullen ook een aantal meer keuzevragen aan u voorleggen, waarmee we een indruk krijgen wat u wel of niet belangrijk vindt en op welke manier de gemeente u eventueel zou kunnen helpen. We spreken vanavond met een aantal mensen hier aan tafel. Ik zal ze direct aan u voorstellen. Maar om te beginnen zou ik u willen vragen om het scherm te scrollen. Want dan is de eerste vraag, kunnen we even oefenen? Kunnen we even kijken of u die goed kunt beantwoorden? Nou, het lijkt me niet zo heel erg ingewikkeld, want u hoeft alleen maar ja of nee in te vullen. Dus even scrollen. En dan ziet u daar de vraag, woont u in Kloosterveen? Nou, u woont wel of niet in Kloosterveen, dus u kunt met ja of nee beantwoorden. Dan geven we even de tijd voor en dan komen we straks al terug op het antwoord hoeveel mensen uit Kloosterveen kijken. Goed, de mensen hier aan tafel. Ik zal ze even aan u voorstellen. Om te beginnen, wethouder Martin Rasker. Martin, ik mag jij zeggen, hebben we afgesproken, dus ja. Lekker dichtbij. Je bent nu een aantal maanden, al meer dan 100 dagen, zei je pas zelfs, wethouder. Hoe bevalt dat? Ja, het bevalt uitstekend. En wat maakt het nou zo leuk om wethouder te zijn? Ja, het is leuk in je eigen stad, hè? Dus je kent de mensen, je kent de omgeving en je praat met heel veel mensen. Okay. Dus je hoort wat er speelt, wat er leeft op straat en je kunt daar zo mogelijk ook iets aan doen. Het is echt een geweldige plek. Nou, wat er leeft op straat, daar komen we zo nog wel even op terug. Inge, jij bent, ik moet niet te veel tikken, Inge, jij bent projectleider op dit project. En je bent heel erg thuis in energie. Hoe is het ooit gekomen? Hoe heeft dat jouw interesse gewekt? Ik weet dat ik altijd al als kind wel beter milieu begint bij jezelf. Hè, van wat kun je dan doen? En zo ben ik op een gegeven moment, toen ik een technische opleiding wilde gaan doen, duurzame energietechniek gaan studeren. Met het idee dat ik dan met nieuwe en duurzame energiemogelijkheden schonere lucht creëren voor onszelf. Maar zeker ook sinds ik moeder ben geworden en twee kinderen heb, ben ik blij dat ik daar aan bij kan dragen. Okay. Daniel, jij werkt bij het Drents Energieloket. Nou, gezien de situatie van de afgelopen maanden waarin de energieprijzen nogal zijn gestegen, neem ik aan dat jullie het wel drukker hebben gekregen. Ja, we hebben het zeker drukker gekregen. Het is flink toegenomen, de hoeveelheid vragen die we krijgen. En wat is jouw eigen rol daar dan in? Ja, mijn rol bij het Drents Energieloket is mensen, of bewoners eigenlijk, informeren en adviseren op onafhankelijke wijze. Hè, hoe ze hun woning kunnen verduurzamen. En dat een beetje van A tot Z. Oké. En dan hebben we nog Arnoud Spier. Jij woont in Kloosterveen. Ja. Ook al, sinds wanneer woon je daar? 2007. Dus je hebt heel veel ontwikkelingen in die wijk meegemaakt, neem ik aan. Ja, de wijk was een stuk kleiner, 15, 16 jaar geleden. Ja. En je hebt onder andere ook in de meedenkgroep gezeten van dit project. Maar misschien, jij bent ook wel een voorloper op het gebied van je eigen huis verduurzamen, zeg maar. Waar is dat ooit uit ontstaan? Nou, vooral interesse. Mijn professie heeft hier ook wel mee te maken. Maar van kind af aan eigenlijk altijd wel ontzettend leuk gevonden van zonnepanelen, zonneboilers. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Uiteindelijk heb ik die heel laat aangeschaft voor mijn woning. Maar we zijn echt in 2009, mevrouw en ik, begonnen met onze eigen woning. Van hoe kunnen we zo min mogelijk energie verbruiken? Ja, het is ook de handel te zien op de website van de gemeente Assen. Dus wie Arnoud thuis wil zien, die kijken op die website. Goed, ik ben wel benieuwd naar de uitslag van onze eerste poll. Dus kunnen we die ook in beeld brengen? Dan is het even wachten. Hoeveel mensen uit Kloosterveen zien we? Ik zie nog geen. Nou, dan gaan we even door. Dan komen we straks wel even terug op die uitslag. We zijn, zoals gezegd, zijn we de stad ingegaan en de wijk ingegaan. Hebben daar een flink aantal mensen gesproken, geïnterviewd. En het eerste filmpje van die interviews zou ik nu heel graag willen beginnen. Het is namelijk de vraag van, wat voor effect hebben die stijgende
energieprijzen op u gehad. Dus graag het eerste filmpje. Ja, ik ben echt kwaad. Echt kwaad. Dat is echt niet normaal. Voorheen was het gewoon, je betaalt je maandbedrag en je kijkt aan het eind van het jaar wat je terugkrijgt of niet. Op dit moment is zeer wel bewust, zeker omdat de gasprijs door het dak gaat. Nou ja, ik doe de kachel ook nog steeds niet vanaf april nog niet aan, dus die staat netjes op 17 graden. Voor mij is het prima nog steeds, maar dat komt omdat ik een vast contract heb. De kachel staat lager op 19. Dus zeg gewoon een beetje een trui extra als het al te erg wordt. Als we koud hebben, zetten we even de houtkachel aan en nog niet de gewone kachel. Vriesdingen. Maar wij hebben nog in de goede tijd ons huis kunnen kopen. Dan denk ik van, waar zijn jullie daar in Den Haag mee bezig? Elke keer omhoog. En pensioen is vast, is niks anders. Nou, alles, mijn man. Naar beneden, bedrijfspensioen. 400 euro per maand. Nou, dat is dan niet normaal. Wat we wel heel expliciet gedaan hebben, is minder douche. Men denkt niet, men doet alleen maar. Ik heb een probleem, ik ben andere probleem. Dan. Dus ja, wat dan? Is. Kan jij je daar iets bij voorstellen? Jazeker. Er zijn op dit moment mensen die heel onaangenaam verrast worden door energieprijzen die 3 tot 4 keer zo hoog zijn dan dat ze gewend waren. Ja. En dat lapt erin als je niet veel te besteden hebt. Ja. En komen die vragen ook bij jou? Ik bedoel, heb jij met vragen van dit soort mensen, of dit soort klinkt zo raar, maar van deze mensen te maken? Ja, dat zijn er niet een paar. Hè. Dat komt veel voor. Zeker in bepaalde wijken van Assen, waar je ziet dat het voor mensen krap is. En gelukkig dat de Rijksoverheid nu wat maatregelen neemt. Vanuit de gemeente gaan we nog wat maatregelen treffen om die mensen wat te ontlasten en te ondersteunen. Ook in financiële zin. Dat is ook wel hard nodig. Ja. Ja. Jij woont in Kloosterveen, Arnoud. Hoor jij die verhalen ook om je heen? Dat mensen het moeilijk krijgen met de energieprijzen? Het is heel divers. Mensen in de omgeving, daar, die hoor ik wel aangeven, joh, mijn rekening is wel dusdanig gestegen. Als ik even kijk in ons, in de Kloostertuin, valt het op zich mee qua opmerking. Mensen maken zich er ook wat minder druk om. Blijkt ook een beetje het onderzoek of de rondgang die de gemeente heeft gedaan. Dat de energierekening al laag was, is die natuurlijk wel verdubbeld. Maar als je een lage energierekening verdubbelt, is het natuurlijk heel anders dan als een hoge energierekening verdubbelt. Ja. En heeft dus het ook mee te maken dat het al een relatief nieuwe wijk is, zodat daar huizen al redelijk geïsoleerd zijn? Ja, dat doet uiteraard wel heel veel. Ja. 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 Martin, nou, we zeiden al, je bent sinds een aantal maanden wethouder, onder andere met duurzaamheid in het pakket. Er zit een nieuw college. Betekent dat er ook een wat andere koers gevaren wordt? Ja, ik denk wel dat er een andere koers gevaren wordt. Deels omdat er een nieuw college is, deels omdat we ook veel geleerd hebben de afgelopen tijd. Want ja, die beweging naar gasloos, in 2050 zouden we eigenlijk allemaal van het gas af moeten. Dat is eigenlijk ook wel een zoek ontwikkeld toch met elkaar. Zowel voor de inwoners als voor de gemeente. En soms doen we dingen die minder goed bevallen. Daar leren we dan van en we gaan beter verder. Dus ja, er zit een ander college, maar we hebben ook geleerd in de afgelopen tijd. Gelukkig ook omdat mensen in Kloosterveen veel meegedacht hebben. Ja. We gaan naar een iets andere aanpak, denk ik, dan we gedacht hadden 2 jaar geleden. Oké, en wat houdt die nieuwe aanpak in? Nou, die nieuwe aanpak is dat we in ieder geval ons wel heel erg bewust zijn dat je moet naar individuele oplossingen voor een wijk van Kloosterveen. Dus mensen moeten de ruimte krijgen en daar kunnen we bij helpen en ondersteunen om een oplossing te kiezen die het beste bij hun past op het moment wat hun goed past. En voor de een betekent het kleine stapjes. Voor de ander zegt van nee, maar ik wil in één keer een grote investering doen, want dat kan ik doen. Ik ben daar gemotiveerd voor. Waardoor ze misschien in één keer of een heel korte termijn van het gas af kunnen. Maar dat verschilt per type woning, verschilt per inwoner. En dat is echt maatwerk. En daarmee kunnen we helpen en ondersteunen. Ja, en iets concreter, hoe zou je als gemeente kunnen helpen? Ja, verschillende manieren. Deels door advisering. Nou, het Drentse Energieloket kwam al even langs. Daar kunnen mensen terecht met vragen die ze hebben. We helpen de Kloosterveen deels in andere wijken misschien wat meer. Ook met fysieke dingen. Denk aan tochtstrips, denk aan inregelen van een verwarming. Denk aan folie achter de radiatoren. Daar helpen we ook echt met dat toepassen. Dus met handjes. Praktisch. Zeg maar. Ja, praktische zin. Ja. Ja. En denken jullie, verwacht je ook nog dat er andere vormen van energie komen die gewoon een oplossing voor... Nou, zeg maar, het klimaatprobleem zouden kunnen zijn?
Ja, we weten nog niet wat er allemaal komt. Er zijn wel een aantal dingen die, dus daarom is het ook een zoektocht, ontwikkelen we met elkaar steeds verder. Ik denk zeker in de zin van duurzaam gas. Dus kun je denken aan biogas of aan waterstofgas, wat bijgemengd kan worden op het aardgasnet. Dat het zeker ook in de toekomst oplossingen kan brengen. Kernenergie hoor je landelijk ook steeds meer genoemd. Dus dat zijn ontwikkelingen die je ziet komen, die op dit moment nog niet een oplossing zijn, maar die we over een jaar of, nou, laten we zeggen, 7, 8 toch een keer weer zouden moeten evalueren. Maar heb je als gemeente Assen, heb je daar niet zoveel invloed op? Nou, niet zoveel invloed in de zin van dat we die markt goed kunnen volgen, wat de ontwikkelingen zijn, en op een gegeven moment ook kunnen zeggen, nou, we willen instappen met een proef bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus we zijn er zeker actief aan het volgen en waar mogelijk gaan we er ook op aansluiten. Ja, oké. Nou, Inge, we zijn al, jij bent projectleider op het project Kloosterveen Duurzaam Warm. Het heeft ook geleid tot resultaten, dit onderzoek. Ik wil je direct heel graag even de vloer geven om dat allemaal toe te lichten. Maar misschien is het goed om eerst even een filmpje te tonen die daar een leuke aanleiding voor is. We hebben mensen gevraagd waar ze wonen en hoe ze al bezig zijn geweest met het verduurzamen van hun woning. Dus zodra dit filmpje af is, mag jij de presentatie beginnen. Het filmpje. Rijtjeswoning en een tussenwoning. In een 201 kap. Wonen in een hoekwoning. Een tussenwoning. Ja, semi-vrijstaande woning noemen ze dat. Nou, sowieso is het een nieuwbouw woning, dus die is al een stuk energiezuiniger dan wat oudere woningen. Vrijstaand huis. Eensgezinswoning. Nee, het is natuurlijk vrij nieuw huis. Dat is alles hier in Kloosterveen, dus isolatie is wel goed. 201 kap geschakeld. Natuurlijk. Kijk eens. Je woont hier? Ja. Even omhoog. Ja, woont hier. Genoeg gedaan, veel kost, helpen niks. Ik heb al 9 jaar zonnepanelen. We hebben net zonnepanelen en daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee. Inderdaad, het enige wat we niet hebben is een warmtepomp. Ja, ik heb wel eens over zonnepanelen nagedacht, maar die hebben we nog niet. Dus dat zou ik wel, dat zit nog wel in de planning. Ja. We hebben al redelijk wat aan ons huis gedaan. Het is verbouwd, dus daar is ook wel rekening mee gehouden met isolatie. Muurisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen. Aangepakt. Waar ik nog wel over na zit, denk ik, is een mogelijk elektrische auto. Maar dat is natuurlijk ook weer in aanschaf hartstikke duur. En dat zou ook meer voor het milieu zijn dan voor de energie. Zonnepanelen, we hebben dubbel glas, we hebben tochtstrips. We hebben eigenlijk alles wat we kunnen doen, dat hebben we gedaan. Ik heb kunststoffen kozijnen met HR++ glas en ik heb vloerverwarming. En ik heb al mijn plafonnen verlaagd met dikke laag isolatie ertussen. Dan is het financiële plaatje wat dan wel de doorslag geeft, zeg maar, om te kijken van waar kan je nog wat minder. Het vervelende is, er zijn zoveel mogelijkheden op dit moment. En je kunt wel blind gaan staren op van, dit moeten we gaan doen. Maar er zijn legio mogelijkheden. Ja, de rekening is naar de isolatie en de zonnepanelen aanmerkelijk naar beneden gegaan. Alles apparatuur, alles wasmachine, ledlamp, alles gedaan. Nee, niks helpen, echt niet. We zijn bijna gasloos, dus onze vloerverwarming zit nog op gas. Maar voor de rest is het allemaal groene stroom. Nou, we willen graag nog vloerverwarming en infraroodpanelen misschien. We hebben overal dubbel glas, maar het kan nog wel wat beter. Dus wellicht dat nog een optie is. Ja, goedenavond. Legio mogelijkheden. Het werd net ook genoemd in het filmpje. Er zijn ook behoorlijk veel oplossingen langsgekomen. Zo'n jaar geleden zijn wij gaan kijken welke oplossingen zijn dan kansrijk voor Kloosterveen. Anderhalf jaar geleden heeft de gemeente Assen de visie warmte, transitievisie warmte, vastgesteld. Daarin heeft zij een ambitie uitgesproken. De ambitie is om in 2030 4000 woningen in de gehele gemeente aardgasvrij te maken of te hebben tegen die tijd. Ja, en hoe ga je dat dan doen? De visie geeft weer welke bronnen er mogelijk zijn, dus welke warmtebronnen er zijn in de gemeente en hoe we die bij de woningen zouden kunnen krijgen. Uiteraard hebben we daar nog onderzoek voor nodig. Er zijn 2 wijken in de gemeente aangewezen om dit onderzoek te starten. Dus wat zijn kansrijke oplossingen
voor de wijk Larix en voor de wijk Kloosterveen. Nadat de visie is vastgesteld, zijn we in gesprek gegaan, is het college ook in gesprek gegaan met bewoners. Wat zijn dan de kaders waarbinnen wij dat onderzoek kunnen gaan doen? En daar is een addendum opgesteld dat ons die kaders meegeeft, waarin vooral heel belangrijk is, en dat heeft de wethouder net ook weer aangegeven, dat mensen op hun eigen tijdstip stappen kunnen gaan zetten, maar hoe kunnen wij dan als gemeente mensen daarmee helpen? Dus we zijn gaan onderzoeken, samen met bewoners, welke kansrijke oplossingen er zijn en hoe mensen stappen kunnen zetten richting 2030. Samen met bewoners, dat was echt wel het belangrijkste voor mij toen ik startte met dit onderzoek. We zijn in gesprek gegaan, we hebben meerdere keren gevraagd aan mensen om zich aan te melden, om daarin ook mee te denken. En dat waren zowel, daar hebben we heel veel mensen op gereageerd. We zijn in eerste instantie met een groep van 40 mensen, hebben we een soort meedenkgroep gevormd. En die hebben eigenlijk het hele proces wat we het afgelopen jaar doorgegaan zijn, hebben ze meegekeken en ons ook af en toe even goed kritisch meegekeken en ons laten weten waar we misschien zaken anders zouden kunnen doen. Anderzijds hebben we ook gekeken van welke mensen zijn nu al bezig stappen te zetten, want daar kunnen we uiteraard van leren. Maar waar lopen zij dan ook tegenaan? En dat is een groep die we koplopers zo genoemd bij elkaar hebben gebracht en met hun ook vragen hebben gesteld. Om meer inzicht te krijgen in wie woont er in Kloosterveen en waar kunnen wij mee helpen als gemeente, hebben we dan een enquête gedaan onder de koplopers en we zijn in gesprek gegaan. Bij de koplopers merkten we dat de belangrijkste motivatie om stappen te zetten toch wel duurzaamheid is. Terwijl aan de andere kant, uit de gesprekken in de wijk, we ook heel veel meekregen dat het verlagen van de energierekening, steeds actueler, een goede motivatie is om stappen te gaan zetten. Maar anderzijds is ook de investering die gedaan moet worden wel een drempel om die stappen ook te zetten. Koplopers geven dan ook aan dat het voor hen moeilijk is om te komen tot goede informatie. Dus dat is iets waar wij als gemeente graag in zouden willen helpen. Maar we zijn ook gaan rekenen. Eerst is er gekeken van welke oplossingen zijn er globaal voor een wijk als Kloosterveen. En al snel kwam daaruit dat collectieve oplossingen niet logisch zijn voor een wijk als Kloosterveen. En dan heb ik het over een warmtenet op bijvoorbeeld hogere temperatuur. We hebben een ingenieursbureau geselecteerd. Samen met bewoners die het onderzoek is gaan doen. En zij gaven ook aan dat uit hun ervaring een wijk als Kloosterveen, waar toch de woningen wat verder uit elkaar staan, waar grote afstand afgelegd moet worden met de leidingen en de woningen al vrij goed geïsoleerd zijn, dus niet zoveel warmte meer nodig hebben, dat dan een collectief warmtenet geen goede oplossing zou zijn. Nou ja, welke oplossingen zijn er dan wel? We hebben naar verschillende mogelijkheden gekeken, deze ook doorgesproken met de bewoners. En daarin zijn een aantal scenario's gekozen. Zowel oplossingen waarbij een warmtepomp gebruikt wordt, als oplossingen van bijvoorbeeld een hybride systeem. Waarbij een warmtepomp geplaatst wordt naast een cv-ketel. Samen met de bewoners hebben we gekeken van waar willen we nu aan gaan rekenen. Er zijn al best veel voorbeelden in Nederland waar type woningen bekeken zijn en gerekend is welke oplossing dan het meest logisch zou zijn. Maar geldt dat dan voor Kloosterveen? En geldt dat dan voor de woningen die daar ook staan en voor de bewoners die daar zijn? Samen met de bewoners hebben we toen voor gekozen om in plaats van naar type woningen te kijken, binnen een aantal typologieën van de woningen te kijken welke woningen er echt staan. En wat de situatie in die woning is. Heeft de woning bijvoorbeeld al vloerverwarming of gebruikt het radiatoren? En wat betekent dat vervolgens als je een warmtepomp zou willen installeren? Uiteindelijk hebben we 4 woningen op deze manier geschouwd en aangerekend. 4 woningen die wel vaker voorkomen uiteraard in Kloosterveen.
En uiteindelijk wat we hierin merkten, natuurlijk al toen we die stap wilden gaan zetten richting het onderzoek van die woningen. Het is heel verschillend per woning. En ook per huishouden. En wat je motivatie is om stappen te willen zetten, als wel welke keuzes je eerder al gemaakt hebt. Dus we merkten uit dit onderzoek dat het toch veelal maatwerk is om te komen tot eventueel een advies. Dus we hebben ook gezegd vanuit de gemeente kunnen we dan ook geen advies geven voor de woningen in Kloosterveen, want er is niet de woning. Wat ons dat onderzoek ook heeft aangetoond is dat als je gaat rekenen, dat als je kijkt over een periode van zo'n 15 jaar, dat bijna alle oplossingen die je bekijkt ongeveer op hetzelfde uitkomen. De ene kost wat meer aan het begin, heeft een iets hogere investering. En de andere oplossing kost meer gedurende de periode dat je het gebruikt. En daarin is natuurlijk die energieprijs ook een hele belangrijke, die we nu op dit moment ook zien stijgen, waardoor elke oplossing ook weer net op een andere manier uit zou komen. Dat betekent dat wij geen conclusie kunnen trekken uit het onderzoek, voor deze woning is deze oplossing het meest geschikt. Nou ja, wat betekent dat dan wel? We willen heel graag helpen en kijken hoe we dan dus tot die bewoners kunnen helpen in die keuze wel te maken. Maar welke alternatieven zijn er dan? En waar kunt u op letten als u er zelf die stappen wil gaan zetten? Nou ja, een veelbesproken oplossing is de warmtepomp. Er zijn verschillende mogelijkheden in de warmtepompen. U kunt kiezen voor een water-water warmtepomp. Dat betekent dat u warm water uit de bodem gebruikt om vervolgens warm water in uw radiatoren of in uw vloerverwarming te gebruiken in de woning. Dit kan ook door een luchtwarmtepomp te gebruiken. Dan gebruikt u de warmte uit de lucht om uw woning te verwarmen. Waar moet u dan op letten? Nou ja, wat je vaak hoort bij warmtepompen is dat je vloerverwarming moet installeren. Op zich hoeft dat niet. Wij hebben meerdere installateurs gesproken die ook aangeven warmtepompen te installeren in woningen met radiatoren. Maar ja, krijgt u dan de woning nog wel warm? Dat is altijd de belangrijkste vraag. Dit kunt u ook zelf uittesten. De meeste cv-ketels staan op 70, 80 graden ingesteld en u zou ervoor kunnen kiezen om in uw woning de temperatuur al naar beneden te brengen. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld, hiervoor woonde ik in een woning uit 2012. En ik heb uiteindelijk mijn cv-temperatuur op 55 graden gezet en kreeg daar de woning nog voldoende mee warm. Maar dit is iets wat u dus zelf thuis zou kunnen testen en direct misschien ook al gas zou besparen met uw cv-ketel. Er is ook de mogelijkheid om hoge temperatuur warmtepomp te gebruiken. Die komen steeds meer op de markt. Ja, er zijn ook andere mogelijkheden dan warmtepomp. Zo is er de mogelijkheid om een elektrische cv-ketel te installeren, dan wel elektrische radiatoren in bepaalde ruimtes. Want dat is ook iets waar u naar kunt kijken. U hoeft niet één oplossing te gebruiken die voor elke ruimte hetzelfde is. U zou ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de woonkamer op een andere manier te verwarmen dan de ruimtes boven. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld elektrische radiatoren gebruiken. Gebeurt nu al veel in badkamers. Er zijn ook steeds meer infraroodpanelen op de markt. En er bestaat ook infrarood vloerverwarming. Ook zijn er mogelijkheid om zonnecollectoren of een energiedak te installeren als u ruimte op uw dak daarvoor heeft. En dat zou misschien ook meteen een oplossing zijn voor warm water. Want mocht u een oplossing hebben voor uw ruimteverwarming, u wilt ook nog warm douchen. Daar zijn ook doorstroomgijzers voor mogelijk die elektrisch werken. Dus er zijn een legio aan mogelijkheden. En ja, het is per woning verschillend en voor de keuzes die u maakt, wat voor u de beste oplossing is. Hoe gaan we dan verder in Kloosterveen? Nou ja, we zijn in het afgelopen jaar hebben we veel gesprekken gevoerd, hebben gekeken hoe we kunnen helpen. We hebben zelfs al, zoals Arnoud ook aangaf, bij hem in de buurt gekeken van de oplossingen die hij voor zijn woning heeft gebruikt. Of we daar zijn buren ook mee kunnen helpen. En we willen dus heel graag, als u ideeën heeft, u daar ook in faciliteren. Maar wij maken als gemeente, maken wij geen keuze in de techniek voor uw woning.
En aardgas zal voorlopig ook in de wijk blijven. Dus ook hybride oplossingen zijn een prima tussenstap voordat u de volgende stap zet. En we merken dat er vooral behoefte is aan die ondersteuning. En we zoeken dan ook, en we willen vanavond u ook daar een paar vragen over stellen, hoe wij die ondersteuning het beste kunnen bieden. Wat in ieder geval niet zal lukken, is dat wij alle inwoners een individueel maatwerkadvies aanbieden. Daniel gaf het ook al aan, het Drentse Energieloket krijgt steeds meer vragen. We willen zoveel mogelijk advies geven. Maar we moeten ook kijken hoe we dat dan het beste kunnen doen. En daarom vragen we u ook vanavond waar we dan als gemeente u in zouden kunnen helpen. Dat hierbij in ieder geval de resultaten van het onderzoek van het afgelopen jaar. Als u nog vragen heeft, kunt u die uiteraard stellen in de chat. Ook kunt u op andere momenten ons altijd een e-mail sturen als u een vraag heeft. En u kunt zich ook nog aanmelden voor de nieuwsbrief via dit e-mailadres. Ja, dank Inge. Je kunt gaan zitten. Heel uitgebreide toelichting op het resultaat van het onderzoek. Dit programma wordt opgenomen, dus mocht u het nog eens een keer willen kijken en het allemaal goed willen bevatten, dan kunt u die terugkijken. En ongetwijfeld zal het ook op de website van de gemeente Assen nog een keer verschijnen. Wat is jouw commentaar op? Want jij woont in de wijk, je bent erbij betrokken geweest, zitten daar hele verrassende dingen in? Zeg je nou, het is eigenlijk wel logisch dat dit de uitkomsten zijn. Nou, voor mij wel. Dit speelt natuurlijk al wat langer voor ons als meedenkgroep. Wij draaien sinds vorig jaar mee. Zo ook echt duidelijk gesprekken met de gemeente gevoerd. Bijvoorbeeld bijna een sollicitatiegesprek al met 3 adviseurs gehad. Waarbij uiteindelijk 1 adviseur is gekomen. Dus daar hebben we als meedenkgroep echt over meegedacht. En hoe verder we in dat traject samen met de gemeente gingen, de onderzoeksresultaten van de adviesgroep, et cetera, kwamen we steeds meer achter. Ja, maar het is zo complex. De opgave is zo individueel. Je hebt te maken met bewoners die het misschien wel prima vinden dat ze de temperatuur weer naar beneden zetten. Maar er zijn andere bewoners die zeggen, ik wil mijn comfort houden. En het kan best heel veel invloed hebben op een installatie. Er zijn mensen die al stappen gemaakt hebben. Er zijn mensen die een hele zoektocht hebben van, ja, maar wat moet ik nou? Waar kunnen die mensen dan terecht? Kunnen ze dan bij het energieloket terecht? Die al lang onderzoek gedaan hebben, maar misschien er nog niet uit zijn. En dan? Komen die mensen ook bij jou terecht? Ja, zeker. Mensen met hele diverse vragen komen ze bij ons binnen. Mensen die voor het eerst zich erin verdiepen. Hè, dus eigenlijk heel weinig informatie en kennis hebben. Tot mensen die al een stuk meer informatie hebben vergaard online of via met betrekking tot hoe verwarm ik mijn huis. Die komen ook bij ons voor verificatie. Is dit een beetje een goede keuze die we zouden kunnen nemen voor het huis? Of het verschilt. En waar verwijzen je de mensen dan naar? Nou, ten eerste gaan we natuurlijk zelf ook meekijken van, wat voor huis heeft u? Wat zijn de wensen? Hoeveel mensen wonen er? Budgetair natuurlijk, hè? Hoe ga je het financieren? Een hele belangrijke factor. Zijn er subsidies waar mensen gebruik van kunnen maken? En dan zet je alles op een rijtje voor zo'n huishouden. En dan is het kijken, op dit moment, welke installateur kan ik vinden om iets te laten uitvoeren. En dan geven jullie een onafhankelijk advies? Ja. Je hebt niet een, zeg maar, je moet naar die installateur? Nee, zeker niet. Zeker niet. We blijven onafhankelijk, dus ik ga niet een bedrijf noemen specifiek. Maar we kunnen ze wel verwijzen naar overzichten van diverse partijen die lokaal zijn en beschikbaar zijn. Oké. Okay. Nou, ik heb inmiddels ook een vraag uit de chat binnengekregen. Ik zal hem nog even voorlezen. Zou het mogelijk zijn om oproepjes te kunnen plaatsen om dingen samen te regelen? Hierdoor kan wellicht korting worden bedongen en is het mogelijk dat er zoiets komt? Eén idee of er zoiets komt? Het lijkt mij een heel goed idee. En als het aan mij ligt, dan komt er zoiets. Want ik denk juist dat ook een gemeente kan helpen bij gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld isolatiemateriaal of andere materialen die nodig zijn om energie te besparen. Dus ik denk dat het een heel goed idee is. Vooral dingen samen doen, in de buurt, in de wijk, met buren samen. En als we kunnen helpen met iets van gezamenlijk aanschaffen, gezamenlijk inkooptraject, ja graag. Dus buren, zoek elkaar op en kijken wat je gezamenlijk
zou kunnen doen. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Ja. Okay. Ja, en gelukkig gebeuren er ook al veel van dat soort initiatieven. Ja. Assen-Zuid gebeurt veel. Zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Ik zou ze niet noemen, want dan vergeet ik er ongetwijfeld één. Waarbij je ziet dat dat al gebeurt. Dat mensen elkaar opzoeken en samen aan de slag gaan. Dat, dat is mooi om te zien. Ja. Ja. Er zit nog een vraag bij. Zijn er lange wachtlijsten voor het laten installeren van zonnepanelen, warmtepompen enzovoort? Daniel, hoe zit het met de wachtlijsten? Ja, die wachtlijsten lopen steeds meer op. Hè. Iedereen die een huis heeft, die wil nu wat. Zeker als de energierekening omhoog is gegaan. En de wachtlijsten, dat verschilt heel erg. Dat hangt af van de inkooptrajecten van een bedrijf. Maar als we kijken naar zonnepanelen bijvoorbeeld, dan gaat het al richting 3 tot 9 maanden. Hebben we het over warmtepompen, dan 1 jaar, 1,5 om en nabij. Wat dat ook weer een probleem veroorzaakt, dat ze niet meteen de prijs kunnen aankaarten. Hè, wat iemand ervoor gaat betalen. Dus ja, de wachten. Dus we kunnen er soms wel heel veel willen, maar dan zit de markt gewoon tegen. Nou, tegen. Het is een worsteling voor iedereen. En ik zou zeggen, probeer gewoon vol te houden en benader zoveel mogelijk bedrijven tot je een keer beter hebt. Oké. Okay. Nou, wat hier ook wel interessant is, we hebben het al relatief snel over de apparatuur, over warmtepompen, et cetera. Maar als je kijkt wat al mogelijk is met energiebesparing, daar zijn al hele grote stappen in te maken. En dan is misschien uiteindelijk de warmtepomp het sluitstuk. Mm-hmm. En daar kan de gemeente ook zeker ondersteuning geven. Dat hebben we bij ons in de wijk ook wel gedaan. Een eerste stap om met elkaar te kijken wat mogelijk is. Als ik kijk in wat wij met onze eigen woning gedaan hebben, is eerst gewoon domweg energie besparen. We hebben nog steeds een ketel, maar er gaat maar heel weinig gas doorheen. En dat is een hele interessante, want dat kost niet zoveel. Het zijn kleine stapjes, maar wel met heel veel opbrengst. En op welke manier kan de gemeente daarbij helpen? Nou, ik vond het mooi, de laatste nieuwsbrief. Met de meedenkgroep hebben we daarvoor dit jaar ook over nagedacht. Van, hey, hoe kan de gemeente ons ondersteunen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de isolatiewaarde van onze woning? Nou, in de laatste nieuwsbrief stond daar ook een uitnodiging van, hey, we gaan een warmtescan doen. Wil je een hele specifieke voor jouw woning, meld je aan. En dat zijn wel de onderdelen van, ja, maar is de isolatiewaarde van mijn woning eigenlijk wel zo goed als ik mag verwachten? Wij hebben de woning na laten isoleren, omdat de isolatiewaarde toch echt wat drastisch minder was. Ja, met een gigantisch resultaat. Dat is een hele interessante, want de kosten voor het na-isoleren van de woning is niet te vergelijken met een complete aansluiting en aanschaf van de woning. Gewoon eigenlijk heel praktisch denken. Echt terug naar de basis van, ja, maar de Tries Energetica, die wordt in de techniek veel gebruikt, ga eerst kijken naar energiebesparing. Dat is heel veel te halen. Er staat nog een vraag. Komen er voorbeeldberekeningen voor ieder type woning in Kloosterveen? Wat denk je, Inge? Nee, eigenlijk het simpele antwoord is nee. We hebben nu naar een aantal woningen gekeken die vaker voorkomen in Kloosterveen. En daaruit volgde al heel snel dat het toch heel afhankelijk is welke keuzes bewoners eerder al gemaakt hebben in een woning. Dus nou ja, zoals ik al aangaf, is er bijvoorbeeld al vloerverwarming, hebben mensen al gekozen voor zonnepanelen, hebben ze al nageïsoleerd. Waarmee uiteindelijk je dan dus voor elke woning een aparte berekening zou moeten gaan maken. Ja, en dan kom je tot dat maatwerkadvies wat wij niet voor zoveel woningen kunnen aanbieden. En waar zouden de mensen, ze kunnen de mensen met zo'n vraag wel ergens anders terecht? Nou ja, ik denk dat op het moment dat, er zijn een aantal zaken, stappen die mensen kunnen zetten. Eén is dus kijken van, is inderdaad de isolatiewaarde van mijn woning zo goed als dat je zou verwachten van de leeftijd van de woning? Nou ja, enerzijds gaan wij als gemeente voor de seriematengebouw in Kloosterveen, gaan we voor verschillende woningen die warmtescans al uitvoeren. Dat betekent ook dat als de mensen dus, wanneer het kouder wordt, iemand met een camera rond zien lopen in de wijk, dat waarschijnlijk iemand is die dus met een zogeheten thermografische camera, dus waarmee je warmte lekker kunt zien uit de woning, een foto maakt van alleen de voorgevel van de woning, uiteraard niet meer. Zodat wij ook kunnen kijken van, kunnen wij gericht in bepaalde straten waar we zien dat er toch lekken zijn, dat wij in ieder geval daar ook actie op kunnen ondernemen en mensen daarin kunnen ondersteunen en faciliteren. Zo heeft Arnoud bijvoorbeeld ook zijn buren dus inderdaad laten zien wat hij zelf gedaan heeft. Dat is enerzijds die na-isolatie en anderzijds eigenlijk nog veel simpeler het plaatsen van rubbers op de ramen, zodat ze weer beter sluiten. Want ook om je raamkozijnen heen kun je enorme lekken hebben.
Nou ja, wat hebben wij vervolgens gedaan? Wij zijn langs de deuren gegaan bij dezelfde woningen als die van Arnoud. En zijn bij de mensen gaan kijken of dat ook zo is voor hun woning. En hebben die rubbers dan besteld, zodat mensen die zelf kunnen plaatsen, zodat die lekken minder zijn. Dus dat zijn stappen die mensen nu zelf kunnen nemen en ook bij ons kunnen aankloppen als ze gezamenlijk met buren daar stappen in willen zetten. Ja, en als je vervolgens de volgende stap wil gaan zetten, is het ook afhankelijk over hoeveel ruimtes wil je verwarmen, wat vind je prettige warmte, hoeveel heb je dan te investeren. Dan kom je weer op het hele individuele traject. Dan kom je op het individuele. Ja. En dan zijn er dus bijvoorbeeld ook bij het Drentse Energieloket, is er een tool die je in kunt vullen die jou in ieder geval een globaal advies geeft wat jij voor jouw woning... Ja. Wordt er veel van die tool gebruik gemaakt, Daniel? Jazeker. Maar het is inderdaad wat Inge aangeeft, een heel globaal overzicht. Dus het kan ideeën aangeven. Wil je wat meer verdieping, dan raad ik aan om toch echt even te bellen of een mailtje te sturen, dat het wat meer diepgang kan krijgen. En dan komen ze bij jullie langs om daar een gesprek over te hebben. Moeten mensen dan ook iets meenemen of komen mensen van jullie bij mensen thuis? Nee, wij kunnen het helaas niet bolwerken om bij iedereen langs te gaan. Het is vrijblijvend onafhankelijk advies en dat doen we op afstand. Middels de telefoon en diverse online mogelijkheden komen een heel eind. Daarnaast hebben we diverse bijeenkomsten die we zelf organiseren in samenwerking met de gemeentes in Drenthe bijvoorbeeld, waaronder ook Assen. We hebben een aanhanger waarmee we de wijken ingaan, waar mensen naartoe kunnen gaan. Daar kunnen ze ook materialen voelen, allerlei soorten isolatiematerialen, infrarood, paneel, hoe dat voelt. Dat is hartstikke fijn voor om te ervaren daar. Dus ja, we benaderen heel veel op heel veel manieren de woningeigenaren. Martin, Arnoud heeft het gehad over hele praktische oplossingen. Wat voor rol zou de gemeente daarin kunnen spelen om mensen op dat soort praktische oplossingen te wijzen? Ja, we doen het op verschillende manieren. Er is nu een wijk, dat is een andere wijk, overigens Larix, waar we echt met een busje de wijk in gaan en mensen echt aanbellen. En gelukkig wordt er ook gereageerd en gaat de deur open. Waar we heel veel isolatiemateriaal bij ons hebben en zeggen van nou, dit zouden we kunnen doen, dat zouden we kunnen doen. En het wordt ook echt uitgevoerd in die woning. Ja. Dus dat is, als je het hebt over heel praktisch, ja, praktisch is dat heel praktisch. Ja. En dat is natuurlijk... Het is al vaker genoemd de eerste stap. Dat, de energie die je kunt besparen, die je niet gebruikt door goede isolatie, hoef je ook niet te betalen of op een andere manier op te wekken. Precies. Je ziet eigenlijk in alle gevallen, de eerste stap is, breng het gebruik van de energie terug. Dat is relatief eenvoudig. Breng gelijk ook de kosten terug en je bent al bezig. En ik denk dat er heel veel mensen daar op dit moment natuurlijk ook mee bezig zijn. Hè? Ik hoop het. Ja, dat hangt een beetje vanaf wat voor huis je woont. Daar hebben ze pas ook al even over gehad. Maar in zijn algemeenheid is het natuurlijk wel zo. En waar hulp geboden kan worden, is natuurlijk mooi. Nou, dat is wel een beetje een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. We gaan zo weer een filmpje laten zien, want daar hebben de mensen ook gevraagd van op welke manier zou de gemeente jullie kunnen helpen. En als dat filmpje afgelopen is, dan gaan we naar de meer keuzevragen, waar u zelf ook weer invulling kunt geven aan die vragen. Laten we eerst het filmpje even bekijken. Nou, ik zou niet weten dat de gemeente mij hierbij kan helpen. Ik heb volgens mij destijds ook een formulier ingevuld. Dat kwam van de gemeente uit de krant om te kijken of er een energiecoach bij je thuis komt. En die zegt dat en dat kun je het beste doen. En wil je er gebruik van maken, doe je dat? Dat weet ik niet. Ja, dat doe je het gewoon niet. Misschien ben ik niet goed geïnformeerd, maar ik dacht wel dat de gemeente zich daar al enigszins mee bezig hield. Wees duidelijk in ieder geval vanuit de gemeente. Je hebt hybride pompen, gewone pompen en noem maar op. Ja, dat je mensen daarbij helpt, dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Maar wat het merk en het artikel aangaat, ja, dat zal men toch bij een leverancier moeten houden. Daar is de gemeente ook niet in thuis. Nou, voor mij persoonlijk zou het dan wel helpen om inzicht te krijgen in wat ik nog meer zou kunnen doen. Kijk, en de overheid zelf is ook niet echt duidelijk qua sturing, dus... Ja, ik heb ook wel eens aanbiedingen gekregen van de gemeente en ik heb daar ook al wel eens iemand voor in huis gehad. Maar ja, daar heb je natuurlijk best een investering op dat moment nodig. Dus daar heb je op dat moment dan wel voldoende cash voor nodig. Dus ik heb het voorlopig nog niet gedaan, nee. Oh, dat is een betere voorlichting. Ja, ik zou het wel op prijs stellen, denk ik. Hier eens een keer een steentje neerzetten of lopen hier eens rond en vertel eens hoe en wat. Hier komen, ik weet niet, daar zoveel mensen, maar toch heel wat. Ja, misschien dat een informatieavond of zo een idee is. Of... En niet op een avond, daar ga ik niet heen. Nee. Je moet gewoon kijken wat is de beste oplossing.
Want kijk, een aantal van die oplossingen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dus waarom zou je het hele gasnet eruit halen, terwijl je het gasnet kan hergebruiken voor waterstof? Nou, ik heb wel meer lang bij informatieavonden en nou ja, duidelijkheid waar ik binnen de gemeente ook wel informatie zou kunnen vinden. En je hebt natuurlijk wel de website van de gemeente, maar daar kan ik niet altijd vinden wat ik zoek. Om gezamenlijk iets te doen. Gezamenlijk een project, een gezamenlijk een windmolen of gezamenlijk een grote zonneskerm ergens neerzet. Ja, over dat gezamenlijke hebben we het zo pas natuurlijk al even gehad. Maar een andere opmerking die me nou wel intrigeerde was dat gebruik van waterstof. Arnoud, daar is natuurlijk ook een discussie over. Ja, wat is de stand van zaken met betrekking tot waterstof? Ik weet er niet fijn van. Wel in die zin van de waterstof die uiteindelijk geproduceerd wordt en nog meer gaat worden, dat zal mijn inziens niet als eerst voor woningen beschikbaar zijn. Als je kijkt de vraag die in de industrie nodig is. Vandaag het bericht van de aluminiumfabriek in Delfzijl die uitstel van betaling heeft gedaan, dat ze gewoon energiekosten niet meer kunnen betalen. Dat zijn wel de grootverbruikers. Dus mijn verwachting is dat dat vooral naar de industrie zou gaan. Interessant in het filmpje is wel dat mensen zeggen, ik wil niet dat de gasleiding verwijderd gaat worden. Dat is eigenlijk ook nooit in de discussie, tenminste wat ik van de gemeente mee heb gekregen, het issue. Want die gasleiding gaat er niet uitgehaald worden. Dat je misschien afgekoppeld wordt in de meterkast. Ja, dat is de werkwijze van de nutspartijen. Maar het is niet zo dat die gasleiding eruit gaat. En dat geeft u wel de mogelijkheid. Stel dat je nu zou zeggen van ik wil van het gas op dit moment af, dat de gaslijn blijft liggen, dat je de toekomst altijd nog aan kan sluiten op een nieuwe ontwikkeling. Ja. En ja, die nieuwe ontwikkeling gaan komen. Ja. Ja. Komen de waterstofvragen ook bij jullie binnen? Af en toe zeker. Ja. Ja. En de ene die is er zeer van overtuigd, de ander wat minder. Aanhakend, ik denk ook dat industrie zeker, maar ook de zware mobiliteit, die zal zeker baat hebben bij waterstof. Maar goed, je moet waterstof wel groen opwekken. Anders, ja. Produceert... Heeft het nog geen zin? Nee, want nu wordt het ook op basis van aardgas geproduceerd. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling uiteindelijk. Maar goed, dan heb je heel veel windmolens bijvoorbeeld nodig om dat te produceren. Ja, waar zet je die neer? Zonnevelden, een combinatie van. Dus dat is gewoon een uitdaging die we zeker aangaan met z'n allen. Maar die nog echt wel op de lange termijn uitgeschoven wordt en niet direct wordt beschikbaar komt in het woningnetwerk. Nee, okay. Nee. Nou, dat is het waterstofverhaal. We gaan nu terug naar wat de gemeente voor u kan betekenen. En daarvoor hebben we een aantal meer keuzevragen opgesteld. Dat is weer even scrollen. En dan komt u bij de eerste vraag. En misschien dat Inge die even kan toelichten. Ik lees hem even voor en dan geef ik Inge het woord. Welke hulp heeft u het hardst nodig van de gemeente? Nou, het is al een beetje meer en meer behandeld. Maar waarom deze vraag? Nou ja, goed. Je ziet het in de straatinterviews. Het is in de gesprekken naar voren gekomen. We hebben het er in de meedenkgroep over gehad. Van ja, alleen we kunnen het met een aantal mensen bedenken waar... welke hulp er nodig is. Nou ja, daar hebben we een aantal ideeën over. Ja, het is ook de vraag, waar kunnen we nou het beste de komende tijd onze tijd en middelen aan besteden als gemeente? Dus ja, daarom de vraag, uit deze ideeën, waar denkt u dat wij het beste mee kunnen helpen? Nou, ik zou zeggen, even scrollen. Er zijn 1, 2, 3, 4 antwoorden mogelijk. Ik zou zeggen aankruisen en dan krijgen we zo meteen wel te lezen wat uw voorkeur geniet. En ondertussen is er ook nog een chatvraag binnengekomen. Ik zal hem er even voorlezen. De wachttijd voor een warmtescan is inmiddels ook al opgelopen tot meer dan een jaar. Ik wacht nu al bijna 14 maanden. Overigens kan dat alleen tijdens een koude periode. Inge? Ja, nee, ik heb dat bericht. Ook van een aantal mensen gehoord en dat is de reden dat wij nu als gemeente dus zelf een bedrijf in de arm hebben genomen die dus, zoals ik al aangaf, enerzijds door de straten heen zal gaan om een aantal scans te maken, zodat wij daar zelf gericht maatregelen op kunnen nemen. Maar u kunt zich ook bij ons aanmelden om een persoonlijke warmtescan te krijgen vanuit de gemeente. En dat kan op het e-mailadres energie@assen.nl. Nou ja,
Arnoud gaf het ook al aan, zo is het ook in de nieuwsbrief gemeld. En dat kunt u ook teruglezen. Dus ja, ik heb dat beeld ook gehoord. Het bedrijf wat wij gebeld, of wat, waar de bedrijven waar wij contact mee hebben gehad, een aantal zaten vol en een aantal namen nog wel opdrachten aan. Oké. Ja, ik wacht nog even op het antwoord op de eerste vraag. Dus ik hoop dat hij zo binnenkomt. Nou, misschien even een andere vraag tussendoor. Laten we kijken hoor. Nou. Ik zie zo snel niet één. Goed. Het soort vragen wat bij jullie binnenkomt, komt het ook uit een bepaalde regio? Of zeg je van nou, het is heel generiek, iedereen in Drenthe weet ons te vinden en het maakt eigenlijk niet zoveel uit? Nou, de vragen die komen uit heel alle uithoeken van Drenthe, zeker. Nog niet iedereen is bekend met het Drentse energieloket. Ik zou nu bijna zeggen gelukkig maar, want het is ontzettend druk, ook bij ons. We krijgen ongelooflijk veel vragen binnen. En dat is aan de ene kant goed, hè. Dat mensen echt stappen willen zetten, die we met z'n allen moeten nemen zo langzamerhand. Ja. En het verschilt echt, hoor. Ook over het bereiken van mensen, Martin. Hè? Natuurlijk, er worden nieuwsbrieven verstuurd, er worden soms huis aan huis, worden gewoon folders gebracht. Maar heb je het idee dat dat altijd even effectief is? Of denk je ook nog van, nou, zou er misschien nog andere methoden kunnen zijn om de mensen te bereiken? Ja, het is ingewikkeld hoe je mensen bereikt. Nou, je bereikt ze wel, maar de vraag is of ze dan ook de informatie tot zich kunnen nemen. Ja. Dus het gebeurt via socials, zoals het heet. Hè. Twitter wordt gebruikt, Facebook wordt gebruikt. Het gebeurt ook in de ouderwetse huis-en-huiskrant, zou ik maar zeggen. De Assocurant wordt regelmatig iets in gepubliceerd. We hebben folders. Dus je probeert allerlei kanalen om verschillende mensen te bereiken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd. Nu, ik hoorde net de tip, doe eens een kraampje neerzetten tijdens een zaterdag in Kloostervesten. Nou, dat is ook een goed idee. Laten we dat ook een keer doen. Dus zo proberen we allerlei manieren om de mensen zo goed mogelijk te bereiken, te informeren, zodat ze in ieder geval de weg weten. Het is een continuing story natuurlijk. Ja, en ik denk dat je hem bezig moet blijven. Ja, ja. Ik kijk weer even op mijn scherm, maar ik heb inmiddels de uitslag binnen van de eerste vraag. En het blijkt dat de antwoorden 3 en 4 het meeste beantwoord zijn, of het meeste met ja beantwoord zijn. Ik zal vraag 3 even voorlezen. Het collectief inkopen van zonnepanelen, spouwisolatie en warmtepompen. Graag hulp van de gemeente daarbij. Is dat verrassend dat mensen hier de voorkeur aan geven, Martin? Nee, dat vind ik niet verrassend. Ik denk dat we daar ook prima wat in kunnen betekenen. Ja. En een andere voorkeur heeft het aanvragen van subsidie en of het regelen van een laagrentende lening. Inge? Nou, dat verbaast me eigenlijk ook niet. Het is ook wel eentje die er echt bij ons opgekomen is, wat we veel terugkregen van we zoeken en hulp en informatie over de subsidies, maar vooral ook hoe vul ik het dan in, hoe vraag ik het aan. Nou ja, en dat is eigenlijk iets waar op dit moment nog weinig in ondersteund wordt. Dus dat ook wel echt iets is wat wij vanuit de gemeente echt wel op zouden kunnen pakken. Ja, dus die vraag van subsidie is natuurlijk altijd actueel. Brengt me ook een beetje op het idee van, we zijn de straat op gegaan en je hoort mensen. En zeg maar, tot voor een half jaar geleden was de reden waarom mensen duurzame maatregelen wilden nemen, was vooral vanwege het klimaat en vanwege idealen, laat het zomaar even noemen. Groningen ging er ook steeds meer een rol in spelen. Maar wat je nu vooral ziet, is dat mensen doen gewoon omdat het energieprijzen het door het plafond schieten. Is het niet eigenlijk prachtig dat die energieprijzen omhoog gaan in het kader van klimaat in Groningen? Inge? Lastige vraag natuurlijk. Ja. Gemene vraag. Ja, ik denk dat het ook wel een optelsom van alles is. Ik had het zelf liever anders gezien. Ik had liever gezien dat we al ver stappen hadden gemaakt in mensen helpen hun energieverbruik te verlagen. Voordat de prijs zo omhoog zou gaan. Kijk, dat de gasprijs op een gegeven moment omhoog zou gaan, dat was wel iets wat we al een aantal jaar zien aankomen. Alleen nu kwamen er natuurlijk een paar externe factoren bij, die we niet hadden kunnen voorspellen en die ik liever niet zo snel had zien gebeuren op deze manier. Dat is heel abrupt, hè? Ja. Dat, wat voor,
veroorzaakt een beetje een struggle voor de hele sector. Dat het te snel te duur werd en iedereen aan de gang wil. Ja. Ja. En voordat de prijzen stegen, zagen we al dat installateurs overvraagd werden. Hmm. Dus dat is ook wel iets wat we het afgelopen jaar zijn we hebben gesprekken gevoerd met verschillende installateurs uit Assen en omgeving. We hebben ook geprobeerd ze bij het onderzoek te betrekken. Hè, want we willen, ja, een ingenieursbureau kan berekenen wat de investering voor een woning is. Maar terecht stelde een aantal van de bewoners ook de vraag, ja, maar wat kost het echt, hè, wanneer ik het echt aan iemand vraag? We hebben geprobeerd daar installateurs ook antwoord op te laten geven. Ja, die zijn zo overvraagd dat voor een onderzoek tijd besteden was heel lastig. Wat we wel gedaan hebben is hen ook gevraagd van waar kunnen wij jullie mee ondersteunen? Om dus een van de dingen die we dachten van ja, installateurs moeten ook bij alle woningen langs. En ja, mensen vragen natuurlijk bij meerdere partijen offerten op. Dat is heel logisch, dat doe je altijd. Maar dat betekent ook dat een installateur meerdere offertes moet maken voordat hij opdracht krijgt. Ja. Dus wij dachten, nou, als wij nou zorgen dat er een schouw van de woning gedaan wordt, waardoor de installateur de informatie heeft om offerte te maken, hoeft hij niet bij de woning langs. Nou, dat bleek niet te passen bij voor de installateurs. Aangezien juist dat contact met de bewoner, als ze bij iemand thuis zijn, ook de, ja, een beetje een uniek selling point is. Hè. Zo kunnen zij zich onderscheiden. Wat zij vervolgens weer aangaven is, ja, het helpt ons wel heel erg als de bewoner beter geïnformeerd is voordat hij offertes gaat opvragen. Want ja, gewoon een soort van klakkeloos offertes klikken op de site, wat een tijd geleden makkelijker was. Hè. Dan kon je gewoon bij een installateur op de site, ik wil een offerte en mijn woning is ongeveer zo groot. Nou ja, die optie hebben de meeste installateurs al van hun site gehaald. En als jij nu een installateur belt, gaat die echt wel jou een paar heel specifieke vragen stellen voordat hij besluit of hij offerte wil maken. Ja, en dus gaat het weer om dat mensen goed geïnformeerd zijn. Ja. Ja. Dan kijk ik Martin weer aan. Een vraag die ik zo pas ook al gesteld heb. Welke rol kan de gemeente daar bespelen? Maar daar komen ze ook dan wel even op terug. We gaan naar de tweede meerkeuzevraag. De vraag luidt: welke mogelijke middelen van de gemeente spreken u het meeste aan? Nou, het zijn weer vier antwoorden mogelijk. Ik zou zeggen, vul het antwoord in. En dan komen we daar zo ook nog even op terug. Wat denk je, welke mogelijke middelen spreken mensen aan? Wat denk jij, Arnoud? Ik weet de antwoorden nog niet, maar ik denk dat heel, als ik even uit de ervaring van de afgelopen periode bekijk, ook met de meedenkgroep, dat mensen gewoon behoefte hebben van joh, welke systemen zijn er, dat één. In de meedenkgroep hebben we heel erg gesproken over, je kunt het over allerlei verschillende woningtypes hebben, maar hoe kunnen we mensen gaan koppelen die in dezelfde woning wonen? Want het is relatief eenvoudig om een uitwerking te maken van het type woning. En dat gaan herhalen. Of in ieder geval daarmee de mensen te gaan benaderen van hey, uw woning ziet er zo uit. Dit zijn mogelijke systemen die daarvoor kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd of de mensen, misschien beïnvloed ik dan. Ik weet niet of dat antwoord ertussen staat. Hou ze nog even voor. Nee, daarom. Maar ik denk dat er ontzettend veel kracht zit in je buren. Om dit samen te doen met de buren. Dat heb ik wij in ons wijkje ook al meegemaakt. Het is wel even moeite om het op gang te brengen. En daar vind ik de rol van de gemeente vooral in van hoe kan ik het aan de rol houden in mijn avonturen. Dat heb ik gemerkt dat de gemeente daar ook voor ons heel sterk de bezoeken zelf heeft gedaan. Dus daar heb ik de gemeente heel erg als steunende factor ervaren van oké, ik hoef nu alles over na te denken. Zij regelen dit, zij regelen dat. En de ideeën komen met elkaar. Maar vooral de opstart, dat kost heel veel energie. Ja. Ik kom uit een stad met een wijk waarin ooit een soort van prijsvraag door de gemeente is aangeboden. Waarmee men zoveel punten ging halen. Kreeg een half jaar om een x-aantal punten te halen. En wanneer men dat aantal punten haalde, dan kon er bijvoorbeeld een windmolen of een zonnepanelenparkje worden aangelegd. Waardoor de mensen in de wijk onderling elkaar gingen stimuleren om die punten bij elkaar te halen. Dus daar kijk Martin even aan. Het is gewoon maar een ideetje. We leveren die gratis bij je aan. Ik zie nog een paar vragen op de chat, dus die zal ik ook nog even voorleggen. Zijn de huidige energieprijzen meegenomen in het onderzoek, Inge? Nee. Op het moment dat we het onderzoek deden, was de energieprijs al wel aan het stijgen.
Alleen we hadden toen de hoop dat het van tijdelijke aard zou zijn en vonden het dus juist eigenlijk niet eerlijk om met de hogere prijzen te gaan rekenen. Dus er is ja, een gedegen gemiddelde genomen. Een warmtepomp verbruikt nog elektriciteit. Dat zal misschien het woord zijn wat niet alleen verbruikt. Een warmtepomp gebruikt ook warmte uit een andere bron. Dus door een luchtwarmtepomp gebruikt dus de buitenlucht en haalt warmte daaruit. Waardoor je minder elektriciteit uiteindelijk nodig hebt om de hoeveelheid warmte op te wekken. Dus uiteindelijk verbruikt een warmtepomp minder fossiele energie, als je het nog op fossiele energie gebruikt, dan een cv-ketel zou doen voor de exact dezelfde hoeveelheid energie. Alleen er zit een begininvestering aan die je dan vervolgens weer terug moet verdienen met de hoeveelheid minder die je verbruikt. Ja, en dat is een lastige berekening. Ja, maar dat geldt voor alle middelen dat die je in wilt zetten. Dat geldt voor alle oplossingen, hè? Dus, ja. Sorry. Ja, je kan het ook compenseren met zonnepanelen, wilde ik nog even toevoegen natuurlijk. Dat helpt zeker. Oké. Ik heb nog een chatvraag binnen. Binnen Kloosterveen zijn toch meer subwijkjes. Daar valt toch wel een plan voor te maken. Ik snap wel dat de gemeente niet per woning kan aangeven welke oplossing geschikt is. Maar ze kunnen toch wel regelen dat inwoners het kunnen doen. Moet ik hem nog een keer voorlezen, Martin? Of kan je het zo beantwoorden? Nou ja, als ik het goed begrijp is de strekking van ja, je hoeft niet voor de hele wijk te regelen, maar je zou misschien voor een deel van de wijk, een subwijk, een straat wellicht of een blok of iets kunnen regelen. Ja, dat denk ik. En ik denk dat de kracht ook in de wijk zit en dat zo'n subwijk, of hoe je het ook wilt noemen, dat die perfect in staat zou moeten zijn om dat met elkaar op te pakken. En daar willen we graag bij ondersteunen. Ja. Een beetje aansluitend op wat Arnoud zei. Ja, zeker. Ja. In de bespreking van de meetinggroep kwam heel sterk voor van ja, ik ben er al zo lang mee bezig. Ik weet eigenlijk al op hoe waar de warmtepomp op zolder niet of wel kan staan. Waarom ga ik dan niet delen met mijn andere 47 bewoners? Ja. Dus daar, ik denk dat daar de kracht in zit van hey, ga eens kijken naar je eigen omgeving. Ik ben dan wel benieuwd van hoe kan de gemeente dan ondersteunen om dat te stimuleren. Dat mensen met elkaar gaan praten. Dat vind ik wel een... Want daar zijn we ook echt heel erg zoekende naar. Ik denk dat we daar ook wel ideeën voor zoeken. In de koplopersgroep hebben we ook meerdere keren aangegeven. Goh, als jij samen met andere bewoners ook nog zou willen onderzoeken of bijvoorbeeld een kleine bodemenergiesysteem die voor meerdere woningen geldt, hè, waar je dan misschien toch weer een klein warmtenetje maakt, maar dan op lage temperatuur die je uit de bodem benut, of dat zinvol zou kunnen zijn voor jouw subwijkje, om het zo maar te noemen. Ja, dan willen we dat heel graag faciliteren. Ja. Alleen we krijgen die vraag eigenlijk niet. Ja. Dus dit is eigenlijk een stimulans om die vraag wel te laten stellen. Ja, zeker. Ja. Nou, inmiddels is de uitslag bekend. En de overgrote meerderheid geeft de voorkeur aan infoavonden, bijvoorbeeld over nieuwe technieken die op de markt komen. Nou, ik zou zeggen, ga ze organiseren. Ja. De volgende vraag. U kunt antwoorden op welke activiteiten die de gemeente overweegt, is het hardst nodig? Op welke activiteit is het hardst nodig? Weer 4 mogelijkheden en graag nu invullen. Nou, Martin, heb je al een idee wat dat zou kunnen zijn? Ja, ik ken de meerkeuzevraag niet. Nee, activiteit... dat maakt het echt interessant, het antwoord. Ja, nou, kijk, informatie is al een paar keer aan de orde geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is en blijft dat mensen goed geïnformeerd zijn. Enerzijds over welke technieken mogelijkheden er zijn, nou, dat werd net genoemd. Anderzijds ook over wat nou de intentie van de gemeente is of wat je kunt verwachten. Ik heb vanuit Kloosterveen regelmatig gehoord dat de angst was dat we het gasnet zouden afsluiten of weg zouden halen in 2030. Dat is absoluut niet aan de orde. Op de een of andere manier komt er zo'n gerucht in de wijken. Dat op de een of andere manier is niet goed gecommuniceerd, niet goed verteld. Mensen hebben niet goed geluisterd. Maakt niet uit. Maar dat geeft onrust en onnodige onrust. Dus het is belangrijk, denk ik, dat mensen weten dat het gasnet blijft liggen. Dat we pas in 2050 van het gas af hoeven. En dat tot die tijd we zo goed mogelijk proberen te ondersteunen en te helpen om stappen te zetten naar nieuwe duurzame energiebronnen. Ja. En duidelijk zijn, zoals een van die mensen in die straatinterviews aangaf. Ja. Ja, goed, dat is communiceren natuurlijk. Absoluut. Ja. Wat denk jij dat het hardst nodig is, Daniel? Wat voor activiteit van de gemeente, wat denk jij?
Ik denk dat die avonden met gerichte informatie over bijvoorbeeld het onderwerp warmtepompen specifiek heel veel nut kan toevoegen aan dat je de verschillen kan zien van wat heb je eraan als ik een warmtepomp neem ten overstaande van volledige elektrische radiatoren in mijn huis plaatsen, bijvoorbeeld. Ja. Of een cv-ketel op elektra of inductie. Ik denk dat dat heel veel toegevoegde waarde oplevert. Ja. Nou, ik denk ook wel de ervaring van huidige bewoners die eigenlijk al van het gas af zijn gegaan. Absoluut. Ik hoor in mijn omgeving dat mensen het doen, maar eigenlijk ook niet weten wat de gemeente doet. Dus dat is wel een interessante. Dus ik zou de mensen uit willen nodigen die een warmtepomp nu plaatsen. Joh, meld je aan via het webadres. Om juist ook je medige wijkgenoten gewoon domweg mee te nemen. Wat heeft het gebracht? Waarom heb je de keuze gemaakt? En hoe is het eigenlijk uiteindelijk gegaan? Ik denk dat heel belangrijk is. De vraag die ik hier ook nog even zie is van, zit ik altijd vast aan zo'n warmtepomp met zo'n lawaaierige buitenunit? Nee. Kijk, de definitie lawaaierige buitenunit, daar is in Nederland wetgeving aangekoppeld met een geluidseis. Die is best fors, de geluidseis. Maar er zijn veel meer systemen dan alleen die buitenunit. Maar de buitenunit heeft in Nederland natuurlijk naam gekregen om dat relatief makkelijk te plaatsen. Mm-hmm. Relatief goedkoop in warmtepomptermen gesproken ten opzichte van andere systemen. Ja. En wat je ook al hoort is dat ze mensen ook wel aangeven, ja, maar de warmtepomptechnologie staat in de kinderschoenen. Dat is dus niet waar, want het bestaat al 50, 60 jaar. Wat je wel heel sterk ziet is dat de warmtepompen die op de markt zijn, in basis zijn ontwikkeld in Zweden, in Scandinavië, in Duitsland. En niet zozeer geschikt zijn voor de hele kleine installatieruimte van Nederlandse woningen. Mm. Daar verbazen buitenlandse fabrikanten zich ook hoogstens over dat wij daar een keteltje in zo'n klein hokje krijgen. Dus wat je zeker in de komende jaren ziet, dat zie je ook op de installatiebeurzen, dat er heel ontwikkeld wordt op warmtepomptechnologie specifiek voor Nederlandse huishoudens. Want die wijken zo gigantisch af installatietechnisch ten opzichte van landen om ons heen. En dus daar is de markt groot genoeg voor? Met andere woorden, blijven ze dan niet te duur? Ja, wat is te duur? Ik heb niet de verwachting dat warmtepompen in de komende jaren veel goedkoper zullen gaan worden. Hmm. Die verwachting heb ik niet. Alleen, ik denk wel dat ze veel meer toegespitst gaan worden op wat wij als Nederland nodig hebben. Ja. En dat is wel een hele interessante. Ja. Maar dat moeten we afwachten. Ja, absoluut. Ja. Ja, er gebeurt ontzettend veel, ook bij leveranciers en bij fabrikanten. Ik heb regelmatig gesprekken met warmtepompfabrikanten vanuit mijn professie. Ja, dan zie je dat er gigantische ontwikkelingen zijn. Ja. En daar wijkt de Nederlandse markt heel erg af van wat in andere landen gevraagd wordt. Ja. We zijn echt gasland, zullen we zeggen. Ja. Ik had nog een hele aardige vraag. Ik heb geen spaargeld. Is er dan toch een mogelijkheid om investeringen te doen in maatregelen naar aardgasvrij? Weet de wethouder daar iets van? Nou ja, zonder spaargeld is het natuurlijk ingewikkelder dan met spaargeld. Hè? Maar dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, dat geldt voor alle onderwerpen, denk ik. Ja, als je toch stappen wil zetten, dan kun je denken aan stappen in de zin van besparing. Ja. Dat hoeft niet heel erg veel geld te kosten. Nou, en daarmee spaar je ook alweer kosten uit voor je energie. En anderzijds zijn er mogelijkheden, het kwam eerder ook al even aan de orde, om leningen te doen tegen heel lage rente. Maar ja, ik snap wel dat mensen, ook als je weinig geld hebt, ook aarzelen om een lening aan te gaan. Ja, per 1 november komt er een 0% rente. Lening beschikbaar via het Nationaal Warmtefonds. He, dat is dan wel voor een maximum verzamelinkomen tot 45.000 euro. Maar goed, die optie komt er wel aan. En wat kan je daarvoor aanschaffen, voor die 0%? Eigenlijk alle isolatiemaatregelen, maar ook warmtepompen, laagtemperatuur, verwarming. Eigenlijk het hele pakketje tot op een bepaalde hoogte. En je wil ook natuurlijk niet te veel meteen in één keer doen misschien. Dus dat is een beetje balanceren. En als je daar niet voor in aanmerking komt, dan kom je wel eer in aanmerking voor de lening met een wat hogere rente. Ja. Ja. Die zit volgens mij nu rond de 3%. Oké, dus er zijn leningen mogelijk straks met 0% rente, wat het aantrekkelijk kan maken om die maatregelen te nemen. Ja, ik kan er nog wel heel veel over zeggen. Ja. Maar ik zou zeggen, bel dan even het loket of kijk bij ons op de website. Dan kun je daar de informatie Maar het is wel interessant. Ja, absoluut. Er zijn heel wat mogelijkheden. Ja. Ja. Ik heb ook de uitslag van deze derde vraag. Welke activiteit die de gemeente overweegt, is het hardst nodig? En mobiel loket en wijkloket scoren verreweg het hoogst. Nou, mobiel loket, dat moet je op de fiets, Martin. Ja, een soort ijskoopkar. Hij komt eraan. Goed, ik kreeg nog een vraag uit het MFA, in Klooster Vesten.
Wat is de wachttijd voor de gemeentelijke warmtescan, Inge? Daar zit eigenlijk geen wachttijd op. Niet in die zin dat het bedrijf vol zit en dat je achterin in de tijd wordt gezet. Wij kunnen nu mensen daarvoor aanmelden bij het bedrijf. Alleen het is eigenlijk wachten op een koude periode. Die komt nog niet. Ja, om een warmtescan te kunnen doen, of in ieder geval om warmte lekken te kunnen zien, moet het voldoende koud zijn buiten, zodat mensen ook de verwarming aan hebben staan. En dat dus het temperatuurverschil tussen binnen en buiten groot genoeg is om te zien waar het lekt. Dus zelfs vragen of je je verwarming aanzet is niet voldoende, wat je ook niet wil in deze tijd. Als het niet nodig is. Dus ja, het is in die zin wachten op koude. Wachten op een strenge winter. Die we eigenlijk liever niet willen. We gaan naar de vierde vraag. Welke mogelijke acties van de gemeente zijn het hardst nodig? Nou, u kunt weer vier vragen beantwoorden. Ik geef er even de tijd. En ondertussen... Ik zou een aantal van die antwoorden nog even toe willen lichten. Oh, je wilde dat natuurlijk. Die zijn ook wel gekomen, deels uit de meedenkgroep. Enerzijds zijn we daar dus al mee gestart, hè, want een van de antwoorden is de warmtescan. Dat is voornamelijk ook gekomen omdat we gemerkt hebben uit de gesprekken dat bij een aantal woningen in Kloosterveen dus meer lekken waren dan je zou verwachten vanuit het bouwjaar. Anderzijds hebben wij van meerdere mensen de zorg gehoord van ja, weet je, als nu mijn cv-ketel stuk gaat, wat moet ik dan doen? Ja. Ik kan niet nu een warmtepomp kiezen. Ten eerste is die keuze al heel moeilijk of een andere oplossing kiezen. Daar heb ik nog even tijd voor nodig, maar ik heb wel nu een nieuwe installatie nodig. Nou ja, een van de ideeën die toen naar boven is gekomen is, kunnen we niet van mensen die nu al de cv-ketel de deur uit doen, die nog wel langer meegaat, kunnen we die niet op een manier organiseren dat die bij die mensen thuis komt die nu een kapotte cv-ketel hebben. Dus dat is het idee achter die cv-pool die bij de antwoorden staat. Anderzijds horen we ook heel erg van, gemeente, leuk dat jullie van ons van alles vragen. Maar geef zelf het goede voorbeeld. Dus ja, vandaar dus ook die als concrete actie. En de andere die ook al eerder is gekomen, van ja, kunnen we niet toch nog onderzoeken voor deelwijken of dat daar niet een klein, nou ja, lagere temperatuur warmtenetje mogelijk is. En dat dat dan, dat mensen aan kunnen sluiten op het moment dat het voor hun passend is. Dus dat is even de toelichting bij deze ideeën, anders komen ze nogal uit de lucht vallen. Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Nou, reden genoeg om het even op een goede manier in te vullen. En dat brengt mij weer op een volgende chatvraag. Ik lees hem voor. Is de gemeente bereid in voorkomende gevallen waar zonnepanelen niet op dak zijn te plaatsen, dit toe te laten in een strook openbaar groen, bijvoorbeeld achter of naast het huis? Ik kijk de gemeente even aan. De gemeente. Nou ja, dan moet ik improviseren, want het is een onderwerp wat we nog niet aan de orde gehad hebben. Ik weet wel dat op dit moment binnen gemeente gezegd wordt, wees wat voorzichtig met het verkopen van snippergroen. Er is een tijd geweest dat we snippergroen gingen verkopen, overdragen aan inwoners. Snippergroen is... Ja, snippergroen zijn stukken groen die naast je tuin liggen, zeg maar. Waar je eigenlijk niks mee kan, de gemeente ook niks mee kan, maar wel moest onderhouden. Zo, ja, waarom zou je dat gemeentelijke grond houden? Dat misschien vinden mensen het wel nuttig, leuk om een stuk grond erbij te kopen. Daar zijn we op dit moment wel heel voorzichtig mee vanuit de gedachte van, nou ja, misschien kunnen we daar wel andere dingen mee doen. Als je nieuwe transformatorhuisjes moet plaatsen in de wijk bijvoorbeeld, omdat het net verzwaard moet worden. Dus op dit moment zijn we wel voorzichtig met verkopen van grond wat in de wijk zit, omdat we daar misschien iets mee moeten. Om daar ook zonnepanelen te plaatsen heb je wel een heel groot stuk grond nodig. Dus ik zie daar nog niet direct gebeuren, want de meeste grond die van die omvang is, ja, die wordt wel gebruikt voor speelplaatsen of dat soort dingen. Ja. Inge? Wat je wel ziet is dat er steeds meer initiatieven komen om op grote daken in de stad zonnepanelen te leggen. Dus wel dan echt meteen 100, 150 zonnepanelen. En dat mensen die geen eigen dak hebben of geen groot genoeg dak, daar een aantal zonnepanelen van kunnen kopen. In Assen hebben we ook een energiecoöperatie die dit soort projecten organiseert.
de EDA, Energiecoöperatie Duurzaam Assen. Nou ja, en als er mensen zijn die vanuit Kloosterveen die willen kijken of we dat kunnen doen op een van de daken van de scholen of het MFA in Kloosterveen, dan nodigen we ze ook echt uit om te kijken of we dat gezamenlijk kunnen organiseren. Oké, ik kijk ondertussen weer even naar het antwoord op vraag 4. De warmtescan scoort verreweg het hoogste. En daarna onderzoek naar kleine collectieve oplossingen. Logisch? Ja. Dat was ook wel een beetje, dat proef jij ook wel een beetje in jouw wijk? Nou, je merkt inderdaad van, hey, je kunt uiteindelijk natuurlijk je cv-ketel eruit gaan halen en een warmtepomp erin te zetten. Maar hoe presteert die warmtepomp nou? Dan is de basisisolatie gewoon heel van belang. En inderdaad, in de meedenkgroep en ook de ervaring die we op andere fronten hebben, merk je gewoon dat dat in Kloosterveen tussen bepaalde bouwjaren echt wel een issue kan zijn. Ja. Dus leuk om te horen dat mensen daar ook behoefte aan hebben, want in de meedenkgroep kwam natuurlijk heel sterk naar voren van ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja. Want het scheelt ook domweg gewoon energie. En met die warmtenetten, die is ook wel eens naar voren gekomen van, hey, wat kunnen we daar nou mee? Want hoe kun je op blokniveau misschien toch zeggen, we gaan naar een bronsysteem. En dan heb je misschien een collectief individueel bronsysteem voor een blokwoningen. Waarbij je bijvoorbeeld naar een water-waterwarmtepomp gaat. En hoe ga je die kosten dan delen? Hoe werkt dat? Nou, dat is even vervolg. Maar wel van, het kan een hele interessante zijn. Okay. Ook ten opzichte van de vraag, ik wil geen buitenunit, wat zijn alternatieven? Nou, die zijn de legio en dit is een alternatief. Ja, mooi te horen. Ja, okay. We gaan naar de laatste vraag en dat is een open vraag. Die gaan we in deze uitzending niet meer behandelen, maar ik zou wel graag zien dat u hem beantwoordt. De behandeling die zal dan plaatsvinden op de website van de gemeente Assen. En ik geef zo nog wel even wat meer informatie daarover. En de vraag luidt. Welke activiteit of concrete acties van de gemeente mist u om stappen te kunnen zetten? Dus wat mist u tot nu toe? Wat is vandaag nog niet behandeld waar u graag van wilt dat ze behandeld worden? En welke stappen zou u nog van de gemeente willen zien? Open vraag, graag het antwoord. Kunt u nu de tijd voor even nemen. En ondertussen heb ik nog een andere chatvraag binnengekregen. Op zich wel een leuke. Sympathieke mensen aan tafel. Er zijn verschillende vragen niet van antwoord voorzien. Komen die nog in een verslag of iets dergelijks? Mis een beetje verdieping. Er zijn al zoveel gemeenten verder. Is dat zo? Zijn de gemeenten veel verder? Meneer de wethouder? Ja, er zijn ruim 300 gemeenten in Nederland. Ik denk dat er gemeenten zijn die verder zijn dan Assen. Ik denk dat er gemeenten zijn die nog niet zo ver zijn als Assen. Dus je ziet de hele schaal daar zie je langskomen. Keurig politiek antwoord. Ja, dat is ook een beetje mijn vak. Nee, maar zonder flauw. Ik denk dat Assen een goede middenmotor is. Dat we niet er wordt ook niet gezegd welke gemeenten verder zijn. Dus we kunnen ook niet een soort vergelijkende onderzoek. Nee, maar ze zijn er vast. Ja. Ze zijn er vast. Ja. Aan kan geven is enerzijds, hè, er zijn een heleboel vragen onbeantwoord. Zowel, denk ik, die nu in de chat gesteld zijn, als algemeen. Hè, en ook heel erg wel, wat kan ik nou in mijn woning? Kijk, we hebben tot nu toe, we hebben wel dat technisch onderzoek gedaan. Daaruit volgde dat het heel veel maatwerk blijft. En ja, tot nu toe wilden we eerst zeker weten, zeg maar, wat de vervolgstappen in Kloosterveen zouden worden, voordat we daar dieper op in zouden gaan. Dus een van de dingen die we in ieder geval willen doen samen met het Drentse Energieloket is een aantal van die informatieavonden organiseren waar dieper ingegaan kan worden op de mogelijkheden in de woning zelf en wat dat voor mensen betekent en hoe de oplossingen ten opzichte van elkaar zijn. En als het gaat over de vragen in de chat, we zullen in ieder geval de meest gestelde vragen bundelen tot een reactie. Die zal enerzijds gemaild worden naar alle mensen waar wij het mailadres van hebben. Dus waar we ook de nieuwsbrief naartoe mailen. Daar kan nog voor aangemeld worden op het al getoonde e-mailadres. Dat zal zo dadelijk nog een keer genoemd worden. En we zullen uiteraard dat rapportverslag op de website plaatsen. Ja. Heel goed. Heb jij het idee, Daniel, dat je nog iets zou willen zeggen wat misschien gemist is tot nu toe? Dus, nou ja, misschien wel even handig om dit nog even in te brengen. Met name van
Als je gewoon de stappen wilt weten waar je aan zou kunnen denken, benader het Drentse Energieloket met name. Ook het financiële deel kunnen wij behoorlijk goed in kaart brengen voor iedereen op individuele wijze. En dan komt er vast een mogelijkheid of een idee of een plan naar voren waarmee mensen verder kunnen. Oké. Nou, we naderen zo langzamerhand het einde van dit webinar. Ik zou, Inge, jij hebt natuurlijk al een beetje samengevat wat er vandaag besproken is. Misschien dat je zegt, nou, nog even een laatste woord als projectleider. Nou ja, ik denk dat wel een van de dingen die we graag mee willen geven is dat we hebben nu ervoor gekozen dit webinar ook op deze manier te doen om veel mensen te kunnen bereiken in het filmpje zei ook al iemand, hè, ik kan in mijn avonden niet naar het wijkcentrum toe. Maar we komen wel de wijk in. En dat is denk ik ook wel mooi dat het mobiele loket en het wijkloket wel ook aangegeven zijn het hardst nodig. We willen nog een aantal informatieavonden organiseren. Misschien een paar inloopmiddagen, zodat we in ieder geval ook wel, we willen er wel zijn in de wijk. En we willen mensen helpen met informatievoorziening en ondersteunen. We proberen dat zo goed mogelijk te doen. Met de menskracht die we hebben als gemeente. Ja. Nou, jou aanhorend denk ik dat daar voldoende energie in gestoken wordt. Martin, jij als wethouder van deze gemeente zou ik je graag even het laatste woord willen geven. Een soort van, misschien boodschap of samenvatting of iets wat in ieder geval jij nog kwijt zou willen. Ja, misschien is het belangrijkste, nadat er al heel veel gezegd is natuurlijk, om kwijt te kunnen, is dat ik de inwoners van Kloosterveen wil bedanken voor wat ze de afgelopen tijd gedaan hebben. Duurzaam Kloosterveen, de groep, de meedenkgroep, die echt veel energie gestoken hebben ook om andere inwoners en ons te helpen goede stappen te zetten. En samen gaan we vaak beter verder. Van harte. Erg bedankt. Samen de goede toekomst tegemoet. Okay. Nou, jullie in ieder geval hartstikke bedankt voor de inbreng vanavond. Zoals al eerder gezegd, deze uitzending wordt ook opgenomen en die kunt u nog weer een keer nakijken via de website van de gemeente Assen. Ook is het even genoemd dat de nieuwsbrief actuele informatie geeft en waarin ook een aantal vragen die vanavond gesteld zijn uitgebreid beantwoord zullen worden. Het is dus handig voor zover u dat nog niet bent om u te abonneren op die nieuwsbrief en het adres waarop u zich kunt aanmelden is energie@assen.nl. Dus op energie@assen.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. We hopen dat dat in grote getalen zal gebeuren, zodat de informatievoorziening zoveel mogelijk mensen zal bereiken. Goed, daarmee eindigen we deze avond. Nogmaals, jullie hartelijk dank voor de inbreng. Kijkers, hartstikke bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Tot ziens.